Zo, ik praat hem nou in. Ongeveer nou een 50 jaar alleen. En die meesten die hier nou opstaan, dat ben verschijnen ben er niet. Dat het wordt niet weer een lachfilm, maar ik zal zo duidelijk mogelijk vertellen wie er allemaal opstaan. En nou beginnen we met de film. Hier uit het begin, hier ben we op een fabrieksbuurt. Hier rijden dat al die mensen daar wat bij elkaar kletsen. Het was zo heel gemoedelijk. Hier rijdt de vrouw van Pieter Rutter met een van de kinderen op arm. Er was een tweeling, daar rijden ze met een bijen. En hier komt die ene aan. Daar hebben we Sjoerd Kok, vader van Sim Kok. Hier rijdt de vrouwen gezellig bij elkaar staan te praten. Het was toch voor een gezellige tijd. Hier rijdt Riekes de Jong en Willem Visser en Harry van Lubbert zitten we aan. Hier gaan we de fabrieksbuurten gaan we op. Hier rijdt Egbert Poepjes met een vrouw. En daar hebben we Harm Schaap en Marten van Wietse Pieleman. Allemaal een boel Willem, het was film. Daar hebben we de Schoelen van de Lange Lille. Die is er nou natuurlijk al lang niet meer. Daar zit Jan de Weno in. De jassen waren nu dan, want ze kwamen allemaal op een film. Wie hier allemaal, en daar heb Jan Dijksteren, zie ik zo nog wel. Daar heb je de van Wietse Pieleman. Daar hebben we juffrouw van der Linde, Rudolfs en Jans moeder. En daar hebben we Jan Dijksteren weer. Wie al deze kinderen ben, dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen, want daar heb ik misschien verkeerd bij. Hier, klein en groot. Zie zo is alles in de veenpolder. Hier hebben we dochter van Sim Kok. Allemaal de lachen. Hier hebben we een van Nanne de Vries. Een dochter, grote strikken het haar. En daar hebben we juffrouw van der Linde zelf. En hier, ja, wie die mannen die ze allemaal er binnen. Hier hebben we nog weer een van Sim Kok. Ik verwacht dat het Sjoerdje is. Allemaal een kouwom. Dit is een van Marten. En Geert Pieleman, zie, allemaal rijden. Hier ben ik bij de vrouwenvereniging van de Lange Lille. Daar zit Wip van Mijnen, Oosten, Hendrikie van Gradis. Het waren ook allemaal vrouwenverenigingen. Geertje van Sim Kok daarachter. De vrouw van Sander Stuurman. Jansje van Hendrik Zilstra en Jansje van Katrien van der Wal. Zie, het was al niet breiden, maar het was ook gezellig tedering. En allemaal waren ze op dat moment Emily gedrokken, als ze nog altijd zo droog was, dat weet ik niet. Want gaat nou, ze hebben nou zomaar een paar zaken af. En dan wordt in de tijd, daar rijdt de vrouw van Jan Boezeroe. Dan rijdt Tallig in van Wiegenooi. Daar hebben ze nou weer Jan in van Sjoerd Kok. Hier allemaal lopen wegen op een lange lille. En daar hebben we de dochter van Willem de Jong, Klaasje. En daar heeft Willem de Jong zelf, die had ook al willen. Harm Schaap, die bracht in de tijd buitengas rond. En daar hebben we de lange liste fabriek nog, die staat er nog wel, de pup is er niet meer. Alles wordt daar aanbracht per wagen, een enkele auto, of per boord. En dan gaan de vrouwen gewoon naar de fabriek, want die op de fabriek werkte, die hadden daar gratis karnemelk of soep, zeiden wij. Hier ben we bij de melkontvangst. En hier ben we op het laboratorium, wie daar staat, dat durf ik niet te zeggen. En hier wordt alles naar binnen. En hier waren, daar zat Faber, dat was een monsternemer, dat hij in de tijd. En hier hebben we benen schokken, hier om leven en door aan het scheppen om die fabriek maar warm te holen. Dat ging alles per hand. Hier ben je dan in de machinekamer. En hier ben we weer op het laboratorium. Daar zit Faber weer, de controleur. En hier hebben we de fabrieksarbeiders, alles moest op een film in die tijd, want dat was allemaal heel buitengewoon. Dat er een film draait zo worden in de veenpolder. Hier rij je. Rinke de Lange, de Rijp van de Wal, Dirk Poepies, Jaap Schaap, Geert van Jan Jeltis, zitten we dan, Dirk Poepies.
Sander Stuurman, Hendrik de Jong. Het hele stel er allemaal op. Gary Teetlapper, de oude melkboer van vroeger. Wietse Pieleman staat erachter. Schokker, Hendrik, Henkie Zilstra. En daar staat Boma, staat de directeur van de meer. Alles wel op een film. Hier gaan we weer bij het huis van de directeur. Dat staat er nou nog, daar zit Zaken Bakker in. Daar heet de vrouw van Hendrik de Vries, Annette. Met de kleindochter. Daar heet dan de dochter van Hendrik de Vries. Daar heet de vrouw van Jan Boezeroe. Hier heet Bouwer Keetlapper met zijn zuster. Van Hendrik, ouder dan de Rutter was dat. Ook hier van van de Wal, Hiltje van Wolterschap. Alles om willen. Het was mooi weer, die dagen het weiden wij wat hadden. Toen we opnemen. En nu gaan we de lange lel uit. Hier rijdt de pleizer van Piet Sjare, zat er toe. Daar zit nu Jeep Heide. En daar hebben we die boerderij over het jonger, dat nou een jachtwerm geworden is van de Duitse onderneming. Staat er over het jonger. Daar stond Lucas Pen in. En hier ben we zowat bij Schoot de Sierheide Peren van de jongens van Hastie, van Romke en van Pieter. Die lopen daar en daar in de veerte, daar zie je de grote wind met daar af. Die is er nou ook niet meer. Hier hebben we de pleizen, die staat er nou ook niet meer. Dat was van de Hosties. En hier ben we op een nieuwe weg bij Vleer, hier in Roele Vleer. Die is kwaad op bestiegeld. Dat gebeurde vroeger allemaal met de zenden. De meeste boeren weten nou niet meer hoe de zenden hanteren moeten. En nu ben we bij het café van Klaas Kaper in Spanga. Hier is de vrouw van Ruben Loek, Aukje, met een van de meisjes. En daar komen de jongen, want daar ben ze van de film. De bijwezen. Hier hebben we Ruben Loek zelf. En dan gaan we de stuwers aan het weg op. Dat was toen, daar waren ze toen met de gang bij het winkeltje van Dirk Poepies. Hier regeerde Pieleman met de vrouw. Dat was toen daar een klein boer in. En hier gaan we naar het lokaal van de Vrije Gemeente, hier in Wietse Pieleman. En daar hebben we Jouk in, daar hebben we de wegwerker, Lodewijk. Nee, ik geloof het niet. En hier hebben we de schoenen van Netrine, die was er ook nog. En allemaal in de weer voor de film. Zie je dit weer een beetje anders dan de lange lille. Hier hebben we een dochter van Biel, van Jochem Biel. Dit meisje, dat ken ik niet. Nog maar een keer weer. Gerald de Vries, een meisje van de Rutter, nou, daar heet Dirk, een van Dirk Poepies, hier hebben we zeunen van Wallen, Poepies. En daar hebben we de zeun van Ruben Loek met de Pannie, die Anton Pannie, Karre, ook nog eenmaal op een film. Daar hebben we Wallenpoepies, ook een lekkere puppenroker. En dan hebben we Geert Skippers, Sripkin. En daar komt Geert van der Wallen met de groentekarren, dat ging in die tijd nou met Peer en Wijken. En we nodig groenten nu de supermarkt weg halen. En daar komt de vrouw van Frederik de Lange, ja. En Walle Poepies had pad nog helemaal opknappen, die zit in Stienebekken. En hier hebben we Jansje van Hendrik Nijmeijer. Daar komt Frederik in aan. En Appe Visser.
En hier ben we bij Mijnen van de Weg. Met zijn kleindochter. Die vindt er niet zoveel aan, kun je zien. Dan zijn we Mijnen van de Weg zelf. En hier hebben we de vrouw van... van Poepjes, nee, van de Weg. Hier hebben we Hendrik Nijmeijer bij Sipke van der Veen. De Vries. En daar hebben we Joop Poepjes. Die krijgt ook post. En Wiegerdin. Dirk Pijn. Dat was de kolenboer in die tijd. Jan Pijn was het, ja. Die wil niet overvullen. Dit kleine venting ken ik ook niet. En hier kennen we zuster van de zee. Met zuster Landstra was dat, ja. En hier hebben we de vrouw van de Rudder. En daar hebben we Jouke Kupers en Bogin. Die staat rustig te weer komen. Maar je kunt wel zien dat het wel lekker is. En hier ben we bij Van Santen. Dan ben we zo wat bij de Altriese Brogge. Daar is Luther Van Santen. En daar hebben we de Brogge. Die worden toen met de haan bediend. Daar hebben we Van der Veen, vrouw Van der Veen met de dochters. En hier hebben we Benny Donker. Die helpt hem, want het moest toen met de haan zien waren. Dat doen we dan aan de Nije Brogge bouwen. Hier hebben we dochter van der Veen. En zijn zoon moest toen in die Brogge afdraaid worden. Want het moest allemaal met de haan gebeuren. Hier gaat hij helemaal fout. Gezicht zo op helemaal fout. Daar heeft die grote wind met daar nog. Dit is een van die mening van die bruggenbouwers, die man die ken ik niet. En daar is Sipke van der Veen. En nu ben we niet in de Munnekebuurt, nu ben we bij Harmskra, die had er een winkel. Die staat vlak naast de Christuskroelen. Zie hier, hij het al. Het was die draagt droog in alle winkels, hoor. Ze konden erop geven voor 5 gulden of voor 10 gulden. Dan worden er weer wat langer film van gemaakt. Allemaal moorden. Nou, en daar is de vrouw van Armska op het eindje. En die verkoopt de buurvrouw een jurk of een stijler ervan. Want die moet de buurvrouw in de winkel hebben, maar dan hadden geen volk. Maar daar heeft Baarte Zilsteren met Armska. En die moest vallen die dagen naar pak hem. Het is er af en tient in, want het is wat langere anders. Dan keek ik gewoon even in de winkel. Hier ben we bij de brandweer. Die stond nou nog door Jan Hunnema zit. Komt de oude auto aan. Alles ging die dag op een film wat in de Veenpolder te doen was. Dan wordt het zaak in uitgelegd. Of de brand is, dat weet ik niet, maar... Dat is Jaap de Weert, die zet hem eraan. En Femme de Weert zie ik wel. Toen hadden ze die ook al een flinke stralen. Dat moest allemaal eens hier laten worden, natuurlijk. Eb de Boer. Hier heb de Boer weer. En hier heb je visser Jan van Beerndouken. Moet je kijken, daar was de brand. Hier hebben we plezier van de Burg. Hier hebben we de hele brand weer. Daar heb je Luid Visser, Jan Skippers, Geert Skakker,
IJzer van de Vecht. Hendrik van Loen. En de Rij Lolkef is er nog. Meijnder Doorstraf. En hier ben we op schoolen in Munnekeburen. Daar rij achter het huis van Jan Sinari. Dat was een manufactuurzaak. Dit is me naar touw ging springen. En daar rij achter hij de oude woningbouw nog. Daar staan nou de bejaardenhuizen. Jong deden allemaal het best, want het was allemaal mooi lieken voor de film. Die grote daar is Antje de Weert. En ook weer die hele woningbouw zien, dat die vroeger was. Allemaal grote strekken in het haar. Zie, dat kon ze ook zien, maar nog wel eens even gek doen vanzelf. Zie, dat kon ze dit ook. Daar hebben ze nou wel aan. Er komt meester die doet ook met. Maar dan gaan ze allemaal goed hoger staan, want meester is natuurlijk ook groter. Ziet ging ze allemaal weer gemoedelijk, maar hij had twee honden en nog op schoolplein. Moet hij nou eens omkomen. Maar dat wordt een hele klem. Maar hij redt het wel, want in die film kon alles. Hier hebben we Harry Bakker, van Lolke Bakker. Hier hebben we Kijn Benijold, van Wie Benijold. Daar hebben we Pieter Haan. En hier kijken we zo over kerken van Munnekeburen aan. Hier hebben we Jouk Jibben, Jouk Broers. Vele mannen vinden dat heel mooi om zo'n mening erop te zetten. Hier hebben we vrouwenverenigingen en ik verwacht wat Scherpen zijn. Want daar hebben we vrouw Veenhouwer. Vrouw Skeentra, vrouw Van Loen. Grietje Posma. Ik verwacht dat dit een plattelandvrouw ben. Jansje van Harmschaap. Daar in het plattelandskoord is er nog van. Hier hebben we de vrouw van de timmerman, Pos. De vrouw van Simon van der Lende. De vrouw van Koopmaas. Henny de Hoop daar in de hoeken. Jansje van Katrinus van der Wal. En de vrouw van Horstie. En hier zit de vrouw van Alex Koopman aan de piano. Dit is wel de plattelandvrouw. Hier hebben we Henny Benedictus, Bersma dan. Daar hebben we de vrouw van Bernd de Weert. En nu verwacht ik dat we niet meer. Hier de vrouw van Posma, Zwaantje van Bernd Posma. Vrouw van Lolke Bakker. En vrouw De Haan, Aaltje van Jaap De Haan. Dit is Aaltje van Jaap De Haan, dan kun je het wat duidelijker zien. En alles hadden we willen zien hoe best zijn, dat ziet daar gaan allemaal. En hier rijden de kunststukken die ze maken. En dan zie ik in het jaar Bessar, dat
hadden dat verkocht. Hier hebben we Piet van Roelen de Boer. En dan heb ik al verschillende mensen opgenomen, maar de meesten zijn er niet meer die hier allemaal op staan. Hier is wel de plattelandsvrouw, dat er bij Skaap en daar hond een volksdans. Zie je dat en die Benedictus weer, op Bergsma dan. Gritsje Posma, en daar hebben we Hendrik Kwiegers. Daar hebben we weer, Janne Winkel. En hier hebben we Hummel de Kunder met de grote karren. En daar hebben we Jan Boesro, de melkboer, in die tijd. Dan ben we bij Hendrik Oosterhof verhuis. Dan komt vaker de boeren met de pannen en per flessen ook even wat ophalen. Hier hebben we de bank, dat is nou de bank, dat was toen een bakkerij. Die zei de coöperatieve leenbank. Toevallig moesten die kinderen alle dagen, die dag kreeg toevallig de spuipalten inleveren. Dat was bij Sikkert Soer, daar een van de zeunen. Daar is Sikkert Soer, die was toen bankdirecteur. Dat hebben we zeker zelf. Allemaal bijschrijven, kregen extra rente die dag. Jaapie van der Wal. Het waren de tieten allemaal de centen en stuivers. En dan komt Klaasje van Sikke aan, met Wieger, de vrouw van Sikke. En hier ben we bij het gereformeerde kerk in Munnekeburen, dat staat er nou niet meer. Daar hier voor Ropietje. Dan ben we bij de gereformeerde vrouwen overheen, waren die tieten allemaal vrouwen overheen. Jansje de van Joop de Lange. Marie van Flippers-Hoekstra, Lisbeth van Abe-Hostra, die is nu 102 jaar, die is er nog wel. En daar hebben we de vrouw van Wubbe Hoekstra. Dat is vrouw Wiersma van het pad. Daar heet Tjitske van Sibel Kerkstra. En daar heet Jantien van Vijken zitten we dan. Dikke Jantien met de Pieter Rudifenter die altijd. En hier ben we bij Rudolf Koopmans. Dat is Rudolf Koopmans die fietsmakerijen. Die is er nog niet meer. Daar zit nog Jan Bronvlak naast. Nou, ziet wel. Daar gaat de secretaris van de muziekvereniging, die gaat daar rennen. Wietse Pieleman. En die moet correct toevallig die dag een fiets komen. Hij wordt groet nauwkeurig bekeken. En daar is Arne Bronde, wat de penningmeester van de muziekvereniging. Die zal hem wat een klein wezen ook mee. Daar heeft de vrouw van Rudolf Koopmans. Siep. En daar rijdt de baas zelf, toen waren de brommen, bromfietsen. En hier ben we bij Hendrik, bij Albert, de Rutter. Die had een winkel, een kruidenierswinkel, en het was een krekdruk toevallig in die dag. Hij was ook muzikant dat. Daar rijdt in Zeunen en daar rijdt Albert zelf. Zie je het ook wat beter, dat mocht allemaal vroeger.
Het ging er allemaal gezellig toe. Mooi zie je, een stroom. Volk als daar in die winkel weer komt. En daar komt hij zelf aan, zijn zoon riet voor op een brommer. En zo bracht de broeder de boskopen rond. Dit is Albert, grote korf voor op een fiets. En daar heb je een datten. En daar hij de boer. En daar hij Berendje van Wiege de Rutter. Hij een dochter van Anders de Jong, ja. De vrouw van Koning. Deze kleine man, die ken ik niet. Daar hij Kooi. Die moet de tutting nog even hebben. Daar hij Ezen van de Vecht, dat was de smid. En daar hij Kerst Landman met een vrouw op bar inzetten. En daar hij Harm Bron, dat was in de tijd zo'n beetje, begon hij als te tunieren. En daar heb ik Arendoma met de vrouw. Oostraf met zijn schoondochter. Hendrik Oostraf. En daar, daar hebben we Jansie van Adamschap staan. Hier heb de brandweer, dat was toen centraal, dat staat er ook niet meer. En hier ben we weer bij een vrouwenvereniging. En dat zal de vrouwenvereniging van Scherpen zijn geweest, denk ik. Ja. Dat is de vrouw van Scherpenzeer. Daar het Tjeertje, Olde Tjeertje zitten we dan. Die zit daar in de midden. Die zit daar waar nou Hoogkamp zit. Als hier vroeger gebeurde nog wat, moet je zien zo droog als allemaal er binnen. Hier hebben we de vrouw van der Lende nog. Die zit daar weer. Daar hebben we de vrouw van Doma. En hier hij Klaasje van Heijnen. En hier hij de kerken van Scherpenzee. Hij stond toen scheef en is daar nog afgeschreven. En hier ben we bij, weer bij een vrouwenvereniging die was van Emania, de Jet, die van Klaas en de hier voor op Beenakker zitten we dan en de vrouw van mijn Zilstra, Bert Erkens. Er is juist die weer een Wiegedien. Van jouw koekjes. Witske van Tjeerd Hoekstra. De oude vrouw Beenakker. En daar heeft Bert dan weer. En daar zit Frederik in naast. En daar zit vrouw Witsma zit daar in die hoeken. En daar heeft Aukje van der Wal. En Heltje van Geert Lammers. En daar heeft de vrouw van Albert Posma. Ze waren allemaal goed gemust die dag, dat zie je wel. Wietske van Tjeerd, weer. Hij was een van de vrouwen van de fabrieksdirecteur. En hier. En we weer een andere vrouwenvereniging, want dan ben ik niet bij de vrouwenvereniging van Munnekeburen. Daar heet de vrouw van Douwe van der Wal. Daar heet de vrouw van Albert Hoekstra.
Daar reed de vrouw van Beert de Weert. Jansje van Ai. Daar de vrouw van Fik de Weert. Zwaantje van Kemper. Jansje Bakker. En nu ben ik bij Willem van der Wal en daar heeft Frits. Dat, nou, dat weet iedereen wel, dat bekende tuurpeer, dat is zoveel met wanneer net. En daar is Ida. Hij had er toen twee bonten. Maar Ida had het nooit zo bij staan als Frits. Ze dus laat hem zo even los en hij zet hem in de holding en dan bleef hij staan. Zien hij die apporteerde ook, daar had hij de bus ook op. En die bracht hem bij de Nobel op een menig, daar Joost de Rutter woonde. En dat is een oude Fries. Zie moet je zien hoe mooi zij. Dat trainde hij altijd op die menig. Het was een gewoon groente karapeer dat ik tegenkwam en dat ik kocht had. En zo leert het tuin. Hier ben we nog in Munkeburen. Oh, dat is de vrouw van Johannes Zilteren nou. Die wil niet op een foto of op een film. Die moest eerst nader de jurk aan hem. Hier zijn allemaal kinderen. Daar heb ik wel aan dat ik die allemaal kennen. Daar heb je tallen in Doem. We kunnen hier wel weer de christelijke school weten. Ja, daar heb je glaasje van Pieter Smit. Die heb ik ook niet. Daar heet de dochter van Hendrik de Rutter. En deze doen ook weer hij zien over. Die goed, kunt ze goed niet aan de vorige school kunnen. Daar heet een zuinig van zeker zo ziek wel. Golf de Vries. Nee, dat wist ik niet. Daar hij van Dijk. Frans van Dijk. Ja. Daar hij Marie van Wietse, zien we nog, van Wietse Gadder. Marta van Geert Willemaan. Wiegertien van Geert Schippers. Janke van Bouwe Keetlapper. Bouwe Keetlapper zelf. Die was aan het beton zeker. En hier ben we bij de winkel van Arbes Kraag. Nee, van Loen. Hola, ja zie. Daar komt Hendrik van Loen zelf aan. Die zit nu in Canada of al lange. Australië zit hij, ja. Canada is niet zo. Oh. We gaan het nemen op dingen schieten wat de benzine toe kostte. Ik zie die niet zo. Daar rijdt de motorclub, die was er in de tijd ook. Daar rijdt Pier Sitsma met Hendrik van Loenen. En daar komt Sibel Bloemhof komt eraan. Sieben. Daar ben we binnen in de zaak. Femme de Weert was toen nog monteur.
dat is Jaap de Weert. Die zal even mijn fiets proberen. Daar is vrouw van Loen. De dochter van koning. Daar is Appen van Eb de Boer. Niet te vingers in de mond die dag. Daar is Ukje van Jaap de Weert. Met haar zeunen. Daar is Jaap weer. En daar is Berend Auken. Met de vrouw van Jan Oosten. En hier kijken we achteruit op pad. Die boerderijen staat er nou, maar nu is de hele kracht en de ribben ben er allemaal bij komen. Hier hebben we de vrouw van Jannes van der Wal. Met de vader en moeder en de dochter. En die wat de groene buurt is, Dirk Poepjes en Jeltje. En hier ben we bij Jaap Oosterhof, daar is Lucky. Hier hebben we de keetlapper. En daar heb je Riesje Beltstra, die was de postdirecteur. Jan is in van Wolter de Rutter, die woonde daar te vlakbij. En hier hebben we aan de post zitten we dan. En daar hebben we Rievenwits en Jantien. Daar komt Heine Hastie ook aan. Klaasien zegt, overfilm Heine, hij zegt hola. Niet geschikt. Hier ben we bij de koen van, ik geloof van Jan Oosten. Hier ben we weer in Munnekebuur, dat kleine huisje, daar staat er nog nacht. Daar zit Keetlapper in. Daar heet de vrouw van Jan Bloemhof, schilderbedrijf, door Jan Hoekstra en Sieben Nostra. En daar hebben we de vrouw van Lolke Bakker. En hier ben we op het veld van Wiebe van Kijpen, daar kijk je daar zo op pad. Alles moest even op een film, dat kun je zien. Daar hebben we de Weert met de vrouw. Hier hebben we de boer, die was toen in de tiet winkelier. Die bracht er alles rond in Witte Korf. Daar hebben we de zonen van Alex Kaap. En hier in Jan van Wieger en Aaltje. Daar Jan toen een klompenwinkel in. Daar Jan Smit en Geert Kokker. En Dries Keetlapper voor de smederijen. En daar hadden Harm Schaap toen de winkel in elektrisch. En gas. Hier hebben we Harm Schaap. Toen waren alles nog met gas. Moet je zien hoeveel gas er in staan had. Ze waren ook allemaal heel droog die dag. Dat kunnen we zien. Hier hebben we Grietje Postma en Zwaantje van Berend Postma. En de vrouw van Lau Keetlapper, hier hebben we bij de pleizen van Wiebe van Kijpen, dat is dan Geertje. Hier hebben we weer een Munnekebuurt, daar heet de woningbouw nog. En daar heet mijn vrouw met een dochter. En daar heet de vrouw van Postma. En daar heet van Fijke Hoster zijn vrouw, nou. Variantie van Sibel de Boer weer, net zijn hele andere jurk aan, die vloog zo krijg voort. Anne van Kees Mink, vrouw van Kees Mink. Hier ben we voor het huis van Kuiper Nijholt. Die had hem sneden, kunnen we zien. Daar is de vrouw van Fik de Weert. Ook zo, ja. En daar heet de vrouw van Jannes de Heij. Aartje Veenstra. Rieke Koning.
dikke Kees de Vries. Toen we er achter de werkverschaffing in de 80 had. Hier ben we bij Hunema, lopen Hunema. En daar heet Marcus Kuppers en de vrouw. En daar heet Jan Jalving en de vrouw. Weet al de dubbelt. Een schaap van Klaas van Bouwen. Hier hebben we de tweeling. Die zit nog op een lange lille die eraan komt lopen. In de Olde Batenfabriek. Hier hebben we bij Wim de Lange. Die zat waar Kijn van Nijholt nou zit. Hier heeft Jepke Sietsma, die had Greg Huy op. En dan hebben we bij Dirk Zielsen met de klomp in. Dat is Olle heeft de brug gedaan. Toen waren de plezierjachten nog niet zo groot als nu, kunnen we zien. Daar is Dirk zelf. Hij was toen correct van het rijden, was hij over. Het ging altijd met de hand. En toen was hij pas elektrisch geworden. En daar hebben we de man die de film maakte. En het was die dag, het was er zo geweldig nat. Daar ben we op het land van een voortberende weert. Moet je zien, zo nat als de wandel. Geert Schapert stond gewoon blank. Want het waren volleyballers. Er zijn directeur nog achter staan, Ray Hendrik Zielstra. Die wilden allemaal hun keus vertonen, alle verenigingen die in de toekomst kwamen met. Het was net, er was het allemaal één. Dat is gratis Visser. Daar is Jan Poepjes. Daar rijdt de directeur daar van de autofabriek even op een foto allemaal. Het was niet zo'n rode koppel. Geert Schaap, Pia Zietsma. Alles gaaf, de bakker, gratis visser. En daar ben we binnen, dat was toen nog een café onder de lin van Femme de Weert. Dat is dat Femme, dat is dat Tieten van Sieve Boelsma, Beren Dotten. Daar hebben we vrouw de Weert, Ansje. Van Beren de Weert, Femme zijn moeder. En daar hebben we het gezelschap zitten van de vereniging. Jan Hoekster en Arden Baron en Geert Pieleman. Hier hebben we de skaakclub van de Lange Lille. Daar zit Sjoerd Kok nog voor aan. En Faber, de gratis visser. Haleskaap, Mijne Oosten. Daar hebben we een voetbalvereniging. De Westhoek. Die hebben Visser, de keeper. Zie Tassen eerst even. Dan moet je zien wat voor weder dat er toen op dat land stond. Het weder scheurt gewoon vooruit. Het liep meer op weiderpolo dan op voetbal. Door het doel aan, dan kunnen we zien hoe slecht het de lucht was. Nou, dan hebben ze toch een doelpunt. Of die hebben het hem nog gekregen, ja. Je hebt hem nog. Daar heb je Geert W. Harmwever. Hier heb je de hele voetbalploeg.
gossen. Ja. Daar is Jan Bos. En ja, er zitten zoveel van die man daar hij Tjebbe Visser. Daar is de vrouw van Harm Wever. Nou gaan we naar de gymnastiek, spatten geven. Die leunt er ook allemaal die dag van de beste kant te zien. Dat was de trainer. Het is een oldere vrouw in me weer, denk ik. Ja, daar heet de vrouw van Hendrik de Jong. Nou, ik zie wel dat ze nog wat vlugger waren daar in de Veenpolder. Moet ik niet harder wijden? Maar toen was er een hele koppel, wat er allemaal bij was. Als je nou die verenigingsweerkikken kon in het kleinder en wat allemaal er fort is. Ze laten er allemaal van de beste gaan te zien. En nog staan ze niet goed op de wind. Dit is voor de school in Munnekeburen. Dat nou de jongens van Sister een garage hebben. Dat is allemaal fort. Ja, dat ben die vrouw niet nog. Nou, dit ben de olden, want daar zie ik de vrouw van Loenen, zag ik er ook bij. Heeltje Skeenstra. De vrouw van Jan Oosten, die tweede, denk ik. Ze waren allemaal er ook in de weer. En hier bij ons ben was Jan daar ook nog een pingpong. Rian Smit. Dat waren dan binnen in de zaal dan. Daar had Janus van Radis. Strapel. Daar had Dirk de Boer. Daar had Douwe van de Wal. Jan Nee was. Daar is Frederik Smit. Maar ze waren bij velden, kunnen we zien. Daar was hier Geert Schaap. Die luisterde de boel arms op met een accordeon. En hier ben we buiten, de Aartje van Lambert de Vries. En daar heb je ook Jem weer. En daar hebben we de vrouw van Wiegebos, Janke. Het keertje van Lambert de Vries. Een dochter van Jan Boezeroe. Met de vrouw van Jaap Boezeroe, Aukje. Hier hebben we de vrouw van Mijnen van de Veen.
Albert Ikema zaak er op achtergrond. Tjitske van Meijnen. De vrouw van Ferre Schippers. Hansie de Boer. En daar hebben we de muziekvereniging dat vanuit ging. Vader van Nijetrine en van Munnekeburen. Klaas Jaasma als dirigent. Moet je zien hoe kappel als het was. Dan komt Jan Hoekstra met zijn baas. Daar is Geert Wever. En hier komt de gymnastiekvereniging met vader. Moet je zien hoe kappel als dat toen was. Dat was een hele flirt voor de gymnastiekvereniging. Dan komt de voetbalvereniging aan. Jimmy Visser nog een keer, Harm Wever loopt met Jadien. Dan hebben we de accordeonvereniging. Mandolineclub, daar loopt Henny van Benedict, is hier kwam. En daar loopt een visser achteraan, daar houden we de motorclub. Moet je zien hoeveel motors er in die tijd waren. Er is hier wel Kerkster op een motor, Harm Skakker. Nou, dat ben je ongeveer op het einde. Alle volk, alles was in de bien, dat zie je hem wel. Alle schaap daar nog. Alles achter de doodtocht aan. Zeker van Siebel Kerkstra. Dochter van Hendrik Staatsmeer, denk. Vrouw Veenhouwer. Geertje van Simon Kok. Abe Hostra. Siebernhastra, vrouw van de dochter van Grote Popke. Hendrik Braasma weer met Van der Veen van der Lendiek. Jan de Skeetlabber. En daar speelde muziek nog een stok in. Dan hebben we Klaas Jaasma, de dirigent. Jaap Huisman, Wieger Skra, trombone, Harm Schaap, bariton, Jannes van der Wal, alt, Dirk van Pieter Tuba, Lucas Hoekstra, ijsbaas, Jelle Heide Bugel, Arend Brond, saxofoon, Pater Silstra, piston, IJzerwind, piston, Harm Skra, bariton. Andries Hoekstra, tuba. Albert Hingers, alt. Albert Slachter, tuba. Geert van Wietse, bariton. Aartje van Wieke Skra, alt. De kleine Kooistra, piston. Nog een Kooistra, Bugel, Kerstwind Bugel, Jolle Jaasma Piston, Jan Hoekstra Bas, was met een solo aan de gang. Ik geloof dat het avond nog droger was. Want geweldig veel water hadden.